Hallo iedereen, van harte welkom op mijn YouTube-kanaal. Super tof dat je kijkt naar een spiksplinternieuwe aflevering van Cyberpunk 2077. Het is aflevering 5. We staan in Night City. En het allereerste wat ik ga doen deze aflevering is een soort van klusje. En het is een undiscovered klusje zoals je ziet staan. Het is weer zo'n wanted poster. Daarmee wil ik starten en daarna wil ik doorgaan met het verhaal. Om dus die Dex te gaan ontmoeten. Drankje te drinken, die afterlife in te gaan. Wat te gaan shotten met Dex en Jackie. En dan kunnen we als het goed is die story mission afronden. Als je de kaart erbij pakt, dan moet het qua story zich daar gaan afspelen. Zie je? Head to the afterlife. Kunnen we gaan chillen. En ja, hier ergens is dus zo'n wanted poster. Hier heb je er eentje. Neutralize the target. En hier heb je er eentje. Deze is dichterbij, dus laten we die maar gewoon doen. Dat is echt het eerste wat we gaan doen. Ik heb er zin in. Fucking vette game. Ik heb 36.000 euro dollars opeens als je mijn inventory erbij pakt. Moet je rechtsboven in cash 37.000 zelfs. Wat me opviel, ik heb zoveel wapens opgepakt. Ik heb er allemaal wapenonderdelen van gemaakt. Dus ik heb veel minder wapens in mijn overzicht nu, zie je. Ik zie hier een attachment voor heb je. Chill. Oink. Hier een attachment voor, ja. En hier eentje ook voor. Nee, dat toevallig niet. Maar het valt me op, ik heb helemaal geen junk. Helemaal geen junk items, dus al mijn junk heb ik niet kunnen verkopen. Ik dacht, ik ga me toch een junk oppakken in die settlement, in die base van die raiders. Of hoe heet die guys? Maakt niet uit. Gangleden. En het is helemaal niet gebeurd. Ik heb helemaal geen junk. Dus dat kan ik ook niet verkopen als je het niet hebt natuurlijk. Laten we snel gaan starten. Laat die like achter. Drop die support. Vergeet je belletje niet aan te zetten als je dat niet hebt gedaan. En wat ook wel leuk is om te vertellen misschien. Oh, komt ie aan. Nice. Wat ook wel leuk is om te vertellen misschien, is dat de game zojuist is gepatcht. Dus als je hierbij kijkt, er is net een up... Ik had eerst geen ruimte, maar hij is net geüpdate. Een kwartiertje terug. Maar als je kijkt bij de geschiedenis, er zijn belangrijke dingen gebeurd. Er zijn echt belangrijke dingen gebeurd. Dit is nog maar een klein lijstje. Deze is echt heel erg teruggedrongen, want ik heb het net op Twitter bekeken. Het is echt een hele lange lijst die heel belangrijk is. En zeker voor je PS4-versie. Nou ja, ik run de PS4-versie op de PS5. Dus een belangrijke hotfix, heel netjes, van CD Projekt Red. Dat ze in principe letterlijk net 2 dagen na release al met zo'n grote hotfix komen. Dat belooft wel iets goeds. Het is wel typisch hun stijl, zeg maar. Want mensen kunnen klagen, hè. De haters die schreeuwen het hardst. Ik vind het ook raar dat ze eerst op PS4 lanceren en dat er niet eens een PS5 versie is. Tuurlijk. Maar als deze op deze manier runt, moet je kijken hoe goed het eruit ziet nu al. Dan ga ik niet klagen, mannen. Ik heb een ratprobleem op mijn blok. Wie doet het, right? Het ding is, deze rats zijn human-sized. Look just like tiger claws, too. De grootste one is een certain Taki Kenmochi. So do your fixer a solid and neutralize her ass, will you? Deeds attached. What? A gun for hire. Laten we even de message lezen. Dit is er wie we zoeken. Shot him dead. Regina Jones geeft deze chickie door. Ze heet Taki. Godverdomme. Oh. Dit is wel... Dit was niet heel mooi. Maar het blijkt de achterkant van een apparaat te zijn. Denk ik. Of het is een apparaat dat kapot is. Of het is gewoon oprecht niet ingeladen. Geen idee. Maar dit is weer zo'n binnenplaatsje. En deze game doet me qua stijl echt zo ontzettend denken aan... Hoe heet het? Er is een serie op Netflix die heet iets met bla 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 Love and Robots. Dead Love and War Love Robots, zoiets. Ik heb geen idee, maar die heeft op een gegeven moment één zo'n aflevering. Ik ga het wel eventjes... Als ik dit edit, dan denk ik waarschijnlijk van... Oh gast, je kan weer niet op een naam komen. Ik zet het wel eventjes in de comments bij deze aflevering. Hele vette serie op Netflix. Waarbij ze... elke aflevering duurt een minuut of 10 en elke aflevering is gemaakt door een andere animator. En één zo'n episode gaat precies over een aflevering in zo'n stijl, zo'n stad. En dat er een meisje, die lijkt heel erg op die Taki wie we nu zoeken, die is op de vlucht voor een man. En dat is precies in zo'n cyberpunk-achtige stijl en het is geanimeerd door de maker van Into the Spider-Verse, Spider-Man. Weet je wel, Miles Morales.
super vet. Dus het heeft die hele vette animatiestijl. Ik ga het hoe dan ook aanraden in de comments van deze aflevering. Ik zet het wel eventjes vast als gepinde reactie. Wow. Dude, doe eventjes normaal, gast. Ja, fuck off. Nu al? Dat ging niet goed. Het mooie is, het was ook helemaal niet de bedoeling. Maar deze... laat er geen gras over groeien. Ik heb natuurlijk ook helemaal geen dempers of iets. Het zijn gewoon deze guys die veel te boos zijn. Is dat ze niet dood is. Het was een speciale handpistool die een mod heeft dat hij non-lethal vuurt. Dat is natuurlijk echt wel heel sick. Maar dit was echt een soort binnenplaatje van deze gang. Ik kon dit niet non-lethal doen zoals ik dat ook deed bij de vorige Gun for Hire. Vorige Gun for Hire deden we dat natuurlijk wel. Kijk, paarse loot zelfs, zo. Geld. Net, messages. Taki. Zie je? Als je op de richt, dan is ze ook nog steeds rood. Dus is niet dood. We hebben er in principe alleen uitgeschakeld. Ja, ze heeft een beetje nu hetzelfde als wat die ene chick in dat ijsbad had. Dus dat is wel heel nice. Iedereen is ook helemaal in paniek, zie je dat? Al die civilians. My, what a big rat you brought me. Bit surprised you didn't put her out of her misery. Well, at least the vermin's off the street. Gig shut and closed. Ja, dat kwam dus door dat wapen, man. Het wapen was non-lethal. Maar die politieagent vroeg zich af waarom we er in godsnaam niet hadden vermoord. Oké. Waarom wil je dat zo graag? Hier had ik ook gewoon in principe naar binnen kunnen sneaken. Ik weet alleen niet wat het doet eigenlijk als ik het nu nog zou doen. Maar laten we het doen. Oh, ik snap nu pas wat ik moet doen. Dat je ook nog een versie 2 en een versie 3 hebt.
Ja, kut. Ik had hier veel meer geld uit kunnen halen. Beetje dom. Ik merk dat ik het wel heel fijn vind om voordat ik aan verhaal te begin of zo, dat ik het toch wel heel fijn vind om Night City een beetje te verkennen op de een of andere manier. Ik vind het gewoon fijn om beter te worden om de manier van de stad te leren kennen of zo. Hoe je werkt, hoe de steegjes eruit zien, hoe loot werkt, hoe experience werkt. Dat wil ik allemaal voelen, ik wil dat ontdekken, ik wil beter worden, snap je? En niet alleen maar main story. Ja, natuurlijk zijn dat de vetste missies, duh. Maar ik wil niet alleen maar die focus daarop hebben. Want dat zullen we nog lang genoeg spelen. Ik wil eerst even dit doen en dan gaan we naar de main story toe. Het is dus nog zo'n gun for hire. Het is nog zo'n missie. Maar er is ook meteen een blauwe die ik erbij aan heb gezet. Oh shit, dit is gang territory. E9BD. Regular hardworking folks. Our public enemy's name is Blake, and he is one slippery motherfucker. More info on him and his MO. Attached. Alright, good to know. Dit is de gun for hire. We zoeken deze choppy. En zij zegt in principe ook echt gewoon net de vorige keer, zei ze, yo gast, waarom heb je de leef ontgehouden? Snap jij het? Snap ik het? Ik weet niet, waarom heb je leef ontgehouden? Weet je? Dus we mogen hier gewoon wat wilder mee omgaan, denk. Maar waar het stelt kan, doe ik het stelt. That's just me. Oh, en hierboven is ook iets cools. Gewoon op het dak is zoiets. Dat had ik ook aangezet. Daarom wat ik zeg. Ik wil een beetje de way of the city leren kennen, man. Rode loot en zo, eurodollars. Thank you.
Go, go, go! Losing animals here! The shot I need. Kijk, dat is typisch junk. Een fucking asbak. Een ashtray. Ja. Nee, ze hebben echt gewoon gevraagd. Yo man, kill him even, please. Thanks. Kijk, een V3. Dat is 1C55. Kijk, nu heb ik 606. Het is gewoon slim hacken dus. Een glowstick. Wat is dit voor ziek wapen? Revolver. De monies. En we nemen een shotje. Snap je het gevoel van dit spel? Hey. Het gevoel van dit spel is echt heel uitgebreid. Maar echt heel nice. Dan is hier nog iets, dat wil ik wel hebben. Large amount of euro dollars. 1C, 1C, 1C. Shit, 1-9 kan er niet. Toch wel. Hoeveel?
Nice, dit is gewoon waar ze basketbal speelden en shit. Oh joh, vanaf daar, damn. Waarom dacht ik basketbal? ...55 BD. Shit man, was het proberen waar? Alright guys, tijd voor dit blauwe missietje. Dat is hier ergens in de buurt. Eens even kijken, hoe kunnen we dat doen? Ja, hierboven moet het zijn. Ik heb volgens mij een EMP grenade ingesteld. Dat is niet de bedoeling, dat is de verkeerde knop. Ja, EMP grenade, daar heb je natuurlijk helemaal niks aan. Dit is beter voor dit soort enemies. Dan valt me op dat ik dit heb. Hey. Wat is dit dan? Een rare bril? Of dit? Wow, dit is best wel heel erg sick. Holy shit. Heb ik een nieuwe jassie? Jarig gast, what the fuck is dat nou weer? Nee, dit is een heel stuk cooler. Kijk maar hoe ik er nu uitzie. Ja toch? Ik heb wel een attachment nog voor die. Valt me op, deze doet 90.1. Kijk, 99.9. Het andere verhaal, hè? Die, thank you. En mijn shotgun. Deze doet even 104. Of een assault rifle. Ook een lijpe revolver, though. Laten we maar even gewoon met deze spelen. Nee, iets anders viel me op. Bij character. Ik heb namelijk een nieuwe skill point. En die gaan we stoppen in... Cool. Intelligence perk. Of een quick hack perk. Deze is heel fijn, want ik word ook vaak gehackt namelijk door die chappies.
Zo, de hele gang komt bijeen, joh. Lekker muziekje aan. Je moet je kijken, al die andere guys die gaan zich er ook mee bemoeien. Daar joh, what the fuck is dat? Doe even normaal gast, zo niet erop. We zitten echt in een soort van gangwijk. Street cred erbij. Wat de fuck gebeurt hier? Is hij nou bad aan het gaan op drugs of zo? I don't know, man, maar het belletje wat ik net kreeg. Dat was een belletje nog van de vorige missie, alleen ze kon nu pas bellen omdat ik nu pas uit combat was. De manier hoe je shit loot doet me heel erg denken aan Fallout. Is dit geld? Oh ja. Volgens mij was het geen geld, anders had ik het wel gezien, toch? Anders had er in het beeld gestaan van hoeveel we hadden gepakt of zo. Huh? Wat is dit voor raar overzicht? Of komt nu pas alles in beeld te staan? Ik denk het wel. Het is een beetje geglitcht. Is dit nou gewoon Keanu Reeves? Ja, man. Ja, kijk, daar komt al het geld er in één keer bij. Ziek, daar was ik net. Deze missie ook opgelost. We hebben de meeste dingen opgelost. Nou kunnen we dus weg hier. En we kunnen naar die missie toe. Het ziet er zo waar uit alsof het allemaal is gelukt. Ik moet wegwezen hier, man. Ja, ik word vet gezien de hele tijd. Dit is echt een soort gangspot, godverdomme. Ik ben er gewoon ook safe uitgekomen, heel blij. Want ik heb super veel goede loot weer. En dan niet alleen. Wapens, geld, loot. De missie is afgerond, nice man. En nu rijden we dus gewoon naar de volgende story mission, finally. Staat hij ook aan? Ja. En dan kunnen we hier meteen eventjes wat shit inleveren.
Tijd voor een story mission, jongens. Finally. Ik vraag me alleen een beetje af hoe ik mijn spullen kan verkopen, want de hele tijd geeft mijn game aan dat ik mijn items niet kan sellen. Dat moet toch wel kunnen, joh. No. Que ya tengo planes para esta noche. Santísima mamá. Te vas a enterar mañana. Moet je even kijken wat voor game dit is. Die belichting, die reflectie. En dit op een PS5 die nog geen next gen patch heeft gehad, hè? Yo también te quiero, ma. Yeah, about time, Holmes. What's new with Senora Wells? You know, she's worried about me. Whatever. Can't help herself, you know? Checking to see if I'm not rotting in some dumpster, like most of the Wells boys. It's really starting to wear on me. The more I tell her everything's okay, the more I feel like I'm straight up lying. But that's done after tomorrow. Afterlife, here we come, baby. Yeah! We have arrived. The Major Leagues. Does not get any higher, Jim. And you know something else? We fucking earned it, mano. Dat is zeker waar. Ready to get your cherry popped? Yeah, come on! Kijk, we hebben het echt verdiend na die missie, man. Place used to be a morgue. You believe that? Really, Jackie? What? Told you that myself. Oh, for reals? Ah, shit. Yeah, that must have been ages ago. The afterlife. Het was echt een nachtclub. And who might you clowns be? We're friends of Dexter Deshawn. He's expecting us. Yo, Dex. Got two live ones saying they're here to see you. Yeah? All right, then. Says he needs a second or two. Go get yourselves drinks or something. Way ahead of you, viejo. This is it. Holy shit. Right there. Beating. Hear it? Sounds worldwide. What the fuck? Dit is gewoon allemaal normaal in 2077. Die afterlife, kijk eens eventjes joh, wat een tent. Die reflectie, die belichting. Looks like we're up. Hey, you see that old lady there? That's Rogue. Best fixer in all of Night City. Thought Dex was the best. Rogue was lining up jobs when Dex was still shitting in diapers. Place belongs to her. What can I get you? You order. Two tequila old fashions with a splash of cerveza and a chili garnish. Duo of Johnny Silverhands coming up. Right on, chica. Somebody did their homework. Looks like the dog ate mine. Age-old tradition. Drinks are named after our regulars. How long's the afterlife been around? Half a century? Longer. Don't know by how much, though. That'd be the oldest club in Night City. And the most respected. Don't forget that, Ben. Say I wanted a drink named after me. What would I have to do? Snuff it. Mind-blowingly spectacular fashion. Mid-op would be best. What a beautiful tradition. Being filthy rich. Filthy rich legends.
steep price to pay for a drink. Hey, everyone's gotta go sometime, right? Why not in style? Oh, and by the way, name's Jackie Wells. You wanna write down my recipe? Sure. Shot of vodka on the rocks, lime juice, ginger beer. Oh, and most importantly, a splash of love. Haha! I'll remember that. Who the fuck is the guy? Heard you were Dex's latest finds. Just biz, no big deal. Mr. Deshawn, see you now. How do you know? My job to know. Look around. How do you think mercs earn their reps? Through gossip rivaling that of schoolgirls, that's how. Dex a regular? You come here a lot? A sort of long hiatus, matter of fact. Didn't show his face for nearly 2 years. So he's best for mooi, trouwens. Tomcat's gotta walk his own path, right? Yeah, well, wherever he walked, he knocked a few pounds off. Guess they weren't delivering that pizza I mentioned before. Ze is echt mooi. Ze is ook een van de eerste die niet helemaal vol zit met van die cyberimplantaten. Break a leg. Thanks. How do you know? My job to know. Look around. How do you think mercs earn their reps? Gossip rivaling that of schoolgirls, that's how. Damn, Holmes. You're huge. Work out? Same here. No, in the ring. You do some kind of exotic shit? Kempo? Ninjutsu? Think you could take me? Drop me? In here. Este pinche tipo. In here. That's right, Excelsior. Cold hard eddies as per usual. Gotta bounce. Well, if it ain't Mr. V. Whole family in one place. Ha! Finally! First time in real space. And the flathead? Let's see this bad boy. All right, then. Set your butts down comfy. Thanks for your help back at the scav haunt. A few reapers less in the city. Good thing. City Hall should be fucking thanking us. Sweet booth. Is soundproof? Jackie. Now, Mr. Wells is right. We're gonna be going over some sensitive material. But if it's all right with y'all, I'd like to start with a question for Mr. V. Evelyn Parker, how'd you fare? Well as I could have, I guess. Walked around Compeki Plaza inside from that raw BD she scrolled. Bug already filled me in. So you know the target. Yorinobu Arisaka, the Emperor's son and heir apparent. Man with the millionetti name and no talent to back it up. Evelyn Parker's special friend? So she just wanna see what's good, or was there something else? Hello? Parker chick? I don't know. Sent out mixed signals, so I got mixed feelings. One night, sipping Champ Paradise with the Yorinobu. Next night, chatting it up with regulars at Lizzie's. Worlds don't match up. Struck me too. You saying we putting two and two together and getting five? Some part of the equation's missing then, clearly. That's why y'all got a fixer. Anyone try to fuck you? They first gotta fuck their way through Dex Deshawn's 300-pound ass. Anything else? Think she just wanted to see what I was about. Wanted to see what she was about, huh? How about we go over the plan? What you got for us, Dex? This. Well, here goes nothing. Me and Dex have already covered the fine deeds. Ops-wise, should be a stroll on the beach. Elaborate. I want to hear it. A Delamain will drop your asses at the front door of Compeki Plaza. You'll stroll right in thanks to your false identities. Then, with Bug's help,
You'll breach the hotel subnet. Mine and the Flathead's help. Last but not least, you slip into Yorinobu's penthouse and clep the relic. It goes without saying, we do this on the hush. Ideally, no bodies. Not a one. You'll have T-Bug on comms for the duration. Time for your burning questions. How do we get in the penthouse? Yorinobu's got barely any muscle. Hardest part will be penthouse security. If we want to disable, we'll need to neutralize Konpeki's dweller, elite runner monitoring the hotel's subnet 24/7. Only catch is there's no way to get in the dweller's den from the outside. Wat is hij onrustig trouwens? How you want us to get inside a room you can't get into? Trust me when I say whatever hit you think of, T-Bug solved it already. This is where the Flathead comes in. You'll have to get him in the ventilation shaft, guide him to the dweller, and force the dweller to take a break. Flathead will stay there, jacked into the dweller. But thanks to that, I'll be able to roll out your red carpet into the penthouse. Anything else? These new identities. Tell us more. What's our cover? Hello, Ramon Victorino. And you're Harry Conwell. Ramon? Yeah, okay. What do we say we're there for? Biz as usual. Corpo arms deal. Case anyone asks, you there for a bogus meeting with Arasaka's defense rep, Hajime Taki. Anything else? Transport's a Delamain. Primus cab company in all night city. Not a mall. Deshaun don't ever work with anyone but the best. I consider Delamain just that. Yeah, who needs creepy, nosy cab drivers when you've got a clean AI to get you from point A to B in style? And how he bags a permit to operate every year is still a mystery. If everything goes as planned, Delamain will drop you back here. If things get sticky, you head for the safe house. Which is? The No-Tell Motel. Quiet, no questions asked. Make our next move from there. But I'm flat certain that won't be necessary. Anything else? Okay, feel brought up to speed. Perfect. I got a question. When do we get to the real reason we're all here? Cut for fresh talent's always the same and non-negotiable. 30%. Bro, 30? Every part in this drama carries its risks. That's the value of yours, as determined by me. Come on, Dex. Isn't that a little low? Hey, hold on, Holmes. Who got the flathead? Who pulled the intel from the brain dance? And we're going in a hotel full of soccer men to swipe some fucking toy from the boss's son. We are the job. And who's providing transport? A top-tier netrunner and a lead-proof plan and intel? You sure you want to go down this road? Go on now, don't be shy. Jack's right, Dex. We ought to get more than 30. We deserve more. Fine, 35, and that's my final offer. I can live with that. It's my final offer, too. Been a while since I got a run for my eddies. They're actually kind of fun. Goeie keus gemaakt dus. Last thing, meer geld. Konpeki's got a strict no-iron policy. Security gates, the works. So you dogs will leave your lead spitters in the ride. Take the flathead inside in its case. Got some deft suits, so you'll look the part, too. Chido. Thanks, T. So, not to count chickens, but why don't we see our eddies? All depends how Miss Parker avails herself of her role. But a week, two tops is my guess. And what do we do while waiting? Sit around, suck air? You sit tight, heads down, because old Uncle Arasaka be watching. Now, as that old Greek dog says, life's a banquet. So don't go thirsty, but don't get drunk either. Your chariot awaits outside. My cue to Delta 2. Got a prep to jack in. Be there when you come on comms. Any other issues, now's your chance. Plan. What's your take? Enough, I hope, to put me in a luxury Cretan villa from which I'll never set foot in cyberspace again. Promise to send me a postcard?
No offense, but I'm gonna burn any and all bridges. Need a clean break. You and Dex know each other a while. Why? You know, peeps say all kinds of things. Everything we hear is an opinion, not a fact. Marcus Aurelius, I think. You and Dex, both philosophizing. No wonder you get along. I'm good, no questions. Let's get to work. So you ready to get going or what? Something I gotta take care of first. Sin problemas. Meet you by the Delamain. Just don't forget to suit up. What the fuck? Nee, dit is zo'n interessante missie. Maar nogmaals, net zoals wij bespeeld werden door Militech de vorige aflevering, kunnen wij nu ook twee kanten op gaan. We hebben namelijk ook nog steeds Parker in een soort half niet kort gesloten deal. Dat is wel heel erg lastig als je beseft dat we dus een kant op kunnen gaan met Parker. Of we gaan gewoon volledig met Dex mee. En die heeft nu ook nog eens ons geld verhoogd. Dus ik zit echt even te twijfelen wat we moeten doen. We moeten de Militech zien we dan doen. Dus. Inventory. En we hebben hier een suit gekregen. En dit is wat we aantrekken. Om tof te zijn, om erbij te horen, om een corpo te zijn die een business deal hebben. Maar wel eentje. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar dit. Het kan niet, je kan het niet aanpassen. Maar hij zit wel helemaal vol met tatoeages. Dat is toch vet. Nou, sikke corpo deal wel. Een nieuw wapen hebben we ook. Zo, flinke shotgun. Ja, dan kan die wel weg hoor, als ik dit zo zie. Action block. Oh, misschien omdat ik hier sta in een plek waar je geen wapens kan hebben überhaupt. I take corpo gigs just like your old man did. What's the difference? Ik ga dit natuurlijk doen in de volgende aflevering, maar ik ga wel een soort van begin maken. Give us incomplete info again, the bitch. Know how they're geared out. Big fucking beans. We got no idea how many your home. Wat een sfeervol spel, hè? Ik kijk echt mijn ogen uit, man. When I was leaving, this was a huge. Watch where you're going. How's the afterlife working here? No real complaints. Fights are rare, and when they do happen, they're over quick. Killer clientele, am I right? Your words, not mine. Thanks, Claire. No problem. Just holler if you need anything. Biz is booming, I hope. Seen it yourself. Can't complain. Folks always get thirsty, and we're here when they do. Could definitely go for a drink. Tough day? Not like any other. So, what'll it be? Ik hoop dat je haar uiteindelijk kan romancen, want holy shit, wat een mooie karakter is dit, zeg. Nou, mijn corpo-kleding is aan. Mijn pakkie. Zijn we ready? Dan al, man. Hij heeft wel echt een vette motor. Die wel een beetje glitchte toen ik naar buiten kwam. Maar kijk even, joh, hoe mooi dat is afgewerkt en hoe dat allemaal glimt.
Ik ga jullie bedanken voor het kijken, het liken, de support op de episode. Ik hoop dat jullie hebben genoten en er natuurlijk de volgende episode bij zijn. Dit was The Afterlife, dit was een stuk van een story, dit was gestoord. De grote heist gaan we doen in de volgende aflevering. Thanks guys, en peace out.